In de herfst van seizoen 2003-2004 bevond onze geliefde club zich in een sfeerloze en sombere situatie. Voor het 8e opeenvolgende seizoen speelde de club in de eerste divisie. Enkele spandoeken en een enkele vlag in vak G waren de schaarse uitingen van support. Maar een groepje fans uit vak G besloot de verandering te brengen. Met als eerste stap een doek waarop de woorden stonden GA Eagles Hard to Kill, wilden ze de vastberadenheid van de club tonen. Deze actie wekte steun en leidde tot meer initiatieven. Van zelfgemaakte vlaggen tot het slaan van de eerste symbolische paal. Ze bleven niet stilzitten. Langzaam maar zeker kregen ze erkenning van de club en medesupporters. Door creativiteit, doorzettingsvermogen en samenwerking begonnen ze aan een opmars. Met elke nieuwe actie groeide hun invloed en kreeg de club een positievere uitstraling. Merchandising, vuurwerkshows, megadoeken, geen idee was te gek. Wat begon als een kleine groep fanatieke supporters groeide uit tot het invloedrijke sfeerteam. Nu, 20 jaar later, speelt de club in de eredivisie en heeft Go Ahead een positieve reputatie. En dat mede door de vastberadenheid en passie van de Active Diehards Deventer, die door de jaren heen een onuitwisbare stempel hebben gedrukt op de club waar ze zo van houden.